Yo Lennart, trouwens. Ja. We moeten nog even gaan zitten, man. Even wil je even spreken. Ja, Lennart, neem plaats. Dankjewel. Ik weet niet waar ik het met me over wil hebben, maar oké. Okay. Nou ja, je bent natuurlijk net terug uit Thailand. Misschien dat jullie op YouTube het kleurtje van Lennart hadden gezien. Maar ja. Hij is een maandje weg geweest. Een maandje naar Thailand. Nou had hij, voordat hij ging, nogal een grote mond. Hij zou op elk eiland, zou hij wel even een paar gyms uitproberen. Hij zou meerdere sessies doen. Ik heb weinig verhalen voorbij horen komen. Ik heb hem aardig vaak gesproken. Dus Lennart, vertel, hoeveel keer ben je naar de gym geweest? In totaal? Moet ik even nadenken hoor. Alles bij elkaar opgeteld. Alles bij elkaar? Even alles bij elkaar opgeteld. 2 keer. Nice, nice. Nee, ja, goed gemiddelde dus. Het is hem niet helemaal geworden. Nee, maar wat is dit voor situatie dan? Dat, Ik dacht Fitboys TV, weet je wel, we zijn hier voor het, we laten zien dat we serieus zijn met de gym, dat we er wel vanaf weten en dan kom jij eraan met je slekken erop. Ja, nee, er is niet heel veel van terecht gekomen, nee. Nee, het is ook gewoon 34 graden daar of zo, dus dan op een gegeven moment denk je, als je een heuveltje oploopt of een trap, dan denk je van nou, ik heb mijn workout alweer gehad. Ja, maar ja, die benen van jou kunnen dus blijkbaar wel wat extra's gebruiken. Full body workouts. Full body, ook benen. Zonder benen. Ja, full body zonder benen, zo doen we dat. Lijkt mij een goed idee om gewoon die leg-sessie dan nu te gaan doen. En weer even, dat je weer even erin kan komen van hoe het ook weer hier in Nederland naartoe ging. Laten we maar gaan doen dan. Ja, top. Opstaan vanochtend, man, toen ik wist dat we leg day gingen doen. Ja. Maar laat me dan alsjeblieft weten, aangezien het voor het eerste 4-5 weken is dat we leg day gaan doen, wat me te wachten staat met dit vonnis. Alles eigenlijk. We gaan eerst de compounds doen, squats, deadlifts en je favoriete lunges. Geen lunch, man. Alsjeblieft geen lunches. Jawel. En niet alleen dat, ook dropsets, gepauzeerde oefeningen. Alles, alles om jouw benen helemaal stuk te maken. Heel leuk, superleuk, komt goed, let's go. Trouwens, even checken wat Iban me vanochtend stuurde. Of eigenlijk begin van de middag op wat ze. Kijk even, wat je me stuurt dan ook. Ben je klaar voor vandaag leg day of doom? Ben je gek, man? Ja, leuk toch? Bijna kramp hier. Hoeveel sets hebben we gehad? 3. Warming up. Nou Lennart, ziet er gezellig uit. Heb je ervan genoten? Ik voel bijna flauw. Het is klaar. Klaar? Ik heb gewoon beseft dat we dit straks elke week weer moeten gaan doen. Ja, wekelijks.